Op deze weg in Oud-Gastel ging het 1 mei vorig jaar mis. Een auto met daarin 4 vrienden vloog uit de bocht en kwam op zijn kop in een weiland terecht. Roy van 17 was op slag dood. 2 16-jarige meiden waren ernstig gewond. De 23-jarige Pieter bestuurde de auto. Hij wordt verdacht van roekeloos rijden onder invloed van lachgas. Donderdag moest hij voor de rechter in Breda verschijnen. Het was echt een hele emotionele zitting vandaag, want zowel de ouders van het slachtoffer als de 2 meiden die nacht in de auto hadden gezeten, maakten gebruik van hun spreekrecht. En de moeder van het slachtoffer, van Roy, zei via haar advocaat tegen de verdachte: Jij nam het leven van mijn zoon, van mijn enige kind. En de vader van Roy die liet weten dat hij midden in de nacht om 3 uur een appje kreeg van zijn zoon met daarin de tekst Love You. En zijn vader zei, het was heel frappant, want het was een beetje alsof Roy doorhad dat het binnen nu en een half uur voorgoed voorbij zou zijn. Pieter reed 139 km per uur op een weg waar maximaal 60 is toegestaan. De 2 meiden zijn nog altijd niet hersteld van het ongeluk. Het zit de nabestaanden van Roy enorm dwars dat de verdachte nooit spijt heeft betuigd en dat hij nooit toenadering heeft gezocht. En een van de meiden in de rechtszaal die zei dan ook, het lijkt wel alsof jij jezelf meer slachtoffer voelt dan alle anderen. Zelf zegt de verdachte daarop dat de politie hem heeft afgeraden om contact te zoeken, maar dat hij dat wel wilde. Als het aan justitie ligt, gaat Pieter voor 2 jaar de cel in. Ook is geëist dat hij 4 jaar geen auto mag rijden. Over 2 weken is de uitspraak van de rechter.